Ja, hier is Vissie weer. En vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. En jawel, jullie zien het op de achtergrond. Zien jullie Black Ops 3 gameplay vandaag gehaald? Want ik kon vannacht de beta downloaden. Ik had speciale codes gekregen om de beta eerder te kunnen spelen. Samen met wat andere YouTubers in Nederland. Waaronder natuurlijk Paul, natuurlijk de King, die 7NL. En wij konden in ieder geval lekker de beta al spelen en wat levelen en zo, want dat is toch schijnbaar belangrijk. Want daar ga ik het zo meteen even over hebben, want op dit moment ben ik natuurlijk het Black Ops 3 event, beta event in Eindhoven. En dan gaan we in ieder geval een gezellige avond maken, dus ik weet niet vanaf wanneer precies de beta beschikbaar is hier. Normaal gesproken zeg maar op het PlayStation netwerk. Ik denk dat het rond 12 uur vannacht is. Of misschien anders morgenochtend 8 uur. Hoorde ik andere verhalen over. Dus morgen wordt het in ieder geval, of vandaag als jullie deze commentaar natuurlijk een dag later kijken, wordt het natuurlijk heel veel gameplezier natuurlijk. Heel veel Black Ops 3 gameplezier. Op achtergrond zien jullie de map Combine. En Combine is een redelijk kleine map. Ik speel hier trouwens wel met een assault rifle. Ook omdat ik in het begin heel veel met de CUDA speelde. En de CUDA vond ik zelf een beetje zwak eigenlijk op een of andere manier. Ik weet niet waarom. En zo, hij voelde wat anders aan dan de vorige keer, zeg maar, dat ik mee speelde. Ik speel hier trouwens met de ARX assault rifle. Met daarop Quick Draw. Die unlock je dan als je wapen level 2 is. En Stok. Die unlock je pas als je level 9 wapen hebt. Dus daar meteen aangekomen. Het is heel belangrijk om je wapens te levelen zo snel mogelijk. En in ieder geval op een assault rifle stok te gaan gebruiken. Want Paul en ik hadden al een discussie erover. Ik dacht bij mezelf, nou, in het begin van jezus, het is wel heel erg lastig speelbaar. Maar zodra je stok hebt, dan wordt het een stukje beter hoor. Verder speel ik hier met de perks Sixth Sense. Dat is zeg maar dat als je in de buurt van iemand staat, dan gaat er van die rode lampjes om je heen branden. En dan weet je van, hey, er zit iemand hier in de buurt. Ik kan ook nog, geloof ik, zien op welk niveau hij zit in ieder geval. Het is een beetje lastig te zien, maar je kan het in ieder geval zien. Verder speel ik met de perk Fast Hands als het goed is. En als derde heb ik de perk, weet ik weer, dat je in ieder geval... Oh jezus, stom hè, weet je precies waar ik over ga lullen. En, maar op dit moment kom ik even niet op die naam. In ieder geval, je hoort in ieder geval awareness. Ik wou zeggen, het is sitrep, de oude sitrep. Maar het is awareness. Awareness in ieder geval dat je dingen om je heen beter hoort, zeg maar. Wat ook echt super handig is. Je zag me trouwens net falen met die Hellstorm missile, maar die werkt toch iets anders en zo. Dus ik moest een beetje aan wennen met mijn triggers en zo. Vooral natuurlijk ook omdat ik eigenlijk dit voor het eerst speel meteen dan op de PlayStation. Ik ben eigenlijk wel een beetje Xbox gewend daarin natuurlijk. Maar verder speel ik trouwens met de UAV. En dat vliegdingetje speel ik mee. Je krijgt het standaard al. En duurt ook trouwens wel eventjes voordat je wat andere killstreaks unlockt. Wat ook wel heel bijzonder is eigenlijk in deze gameplay. Het is echt een van mijn eerste beste gameplay. Al faal ik dus net met die Hellstorm missile. Maar ik haal hier uiteindelijk een 17 streak. Kunststreak. En in ieder geval een Ruthless Medal. Mijn eerste Ruthless Medal. Die medaltjes zien er wel iets anders uit dan in andere Call of Duty's waar we natuurlijk zijn gewend. Maar wel cool om te halen natuurlijk. In ieder geval dat ik in ieder geval 17 streak heb. Tot nu toe mijn hoogste streak. Maar ik denk dat het iedereen gaat opvallen dat je vooral in het begin heel erg moeilijk kan gamen, zeg maar. Omdat je namelijk net zoals in alle andere Call of Duty's, als het namelijk gewoon zeg maar gewoon uitkomt, hè, als het gewoon echt uitkomt, dat je dan, hoe moet ik het zeggen, dat je dan niks hebt, zeg maar, in het begin. Dus je moet echt gewoon flink levelen in het begin om wat te kunnen doen, zeg maar. Dat is, aan de ene kant is dat wel leuk, aan de andere kant is het wel jammer en zo. Want wij willen natuurlijk als YouTuber zijn, willen we altijd een beetje gameplay halen. En ik was eigenlijk ook gewend natuurlijk op Gamescom en hè, Paul ook op Gamescom, op de E3. Om dan in ieder geval met alles zeg maar te kunnen spelen. Want je unlockt nu bijvoorbeeld pas Ghost. Nou, geloof ik even tegen de level 40 of net level 40 en zo unlock je pas Ghost. En je levelt ook wat langzamer dan in andere Call of Duty's. Het duurde bijvoorbeeld voor mij, ik had even nagekeken, iets van 6 potjes of zo. Voordat ik pas level 7 was. En
Dat is... Dat had misschien wat langer, sneller kunnen levelen, zou ik zo zeggen. Als je dan alles moet unlocken, dan moet je gewoon wat sneller kunnen levelen. Dus dat is een beetje jammer en zo. Wat wel opviel is wel het soepele spelen van de game. De game speelt zo motherfucking soepel. En wat me ook opviel, en dat is echt een positief iets, is dat de health lijkt wel iets... meer te zijn. Hè? Dus dat je iets meer health hebt. En dan schok ik wel van eigenlijk op Gamescom. Hè? Paul zei van nou op E3, nou valt wel mee met de health. Ja, ik sta dood, maar het viel wel mee. En zo. En ik dacht op Gamescom van what the fuck? Wat ga je snel dood en zo. Dan kan het ook zijn dat het natuurlijk aan de LAN ligt en zo. Dat je dan LAN speelt. En natuurlijk, altijd als je online speelt, heb je altijd wat lekker. Dus je hebt altijd wat vertraging. Dus het zou kunnen zijn dat het daaraan ligt, maar ja, dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Kan ik niet helemaal 100% zeker zeggen. Wat wel erg opviel is dat dat killstreaks echt heel erg overpowered zijn. En ook granaten zijn bijvoorbeeld heel erg overpowered. Nou, in ieder geval de killstreaks, ja, als je ziet als ik in zo'n ding vlieg, dan... Nou, ik maak er echt gewoon 5, 6, 7 kills mee. En dat vind ik best wel veel eigenlijk voor zo'n redelijk lage streak, zeg maar. Granaten. Het lijkt erop dat een granaat, als die behoorlijk ver nog van je vandaan ligt, dat je daar echt makkelijk door doodgaat. En dat vind ik ook wel een beetje jammer en zo. Ik had wel iets meer help daar gewoon verwacht. Natuurlijk, Flak Jacket is natuurlijk een must-be, hè, wat je eigenlijk moet hebben gewoon in de game. Alleen Flak Jacket unlock je pas bij level 20. En dat duurt nog wel eventjes dus, want ik ben zelf nu level 14 geloof ik in de game. En dan heb ik toch al 2,5 uur gespeeld. Dus ja, het kan nog even duren voordat je al die andere shizzle hebt. Wat me ook opviel, hè, want ik speel hier toch wel een Domination, in het begin kon ik geen Domination potje spelen, is dat je wel heel snel gespawntrapped kan worden. En soms spawn ik, tik het erin en dan boem, in één keer ben ik meteen dood. En dan word ik meteen eigenlijk gespawn, trap, killed. En vooral op deze map trouwens is dat behoorlijk het geval hoor, dat je dat snel kan doen. Dat is niet dit potje dan echt, maar wel in andere potjes die ik gespeeld heb. Ik speel zelf met de rune. Dat is dat ding dat je boom, dan teleporteer je zeg maar wat en dan sla je die gasten dood en zo. Wat ik echt super vet vind om daarmee te spelen en zo. Ik vind het op zich niet zo'n hele erge overpowerde ding. Natuurlijk kill je wel iemand mee, maar je hebt maar één kans zeg maar. En ja, zoals een golden gun en zo, ja, daar heb je toch meer kogels van en zo. Al is het dan misschien wel weer lastiger om dan iemand te killen. Het enige wat ik zelf persoonlijk heel erg irritant vind is dat shock ding. Je hebt zo'n ding, als je iemand mee killt zeg maar, dan sta je echt gewoon zeg maar gewoon 3-4 seconden ook sta je zo te word je geëlektrodiseerd zeg maar. En als ik het goed uitspreek. En dat vind ik nogal behoorlijk, dat vind ik eigenlijk ook te lang duren, zou ik zo zeggen. Hè? Die animatie duurt iets te lang. Had wel iets van mij weer wat korter kunnen krijgen. Korter kunnen zijn. Verder vind ik de mappen tot nu toe heel erg leuk. Misschien is die ene map, Hunted, daar heb ik de live commentary op, is misschien iets te groot. Maar dit zijn bijvoorbeeld twee, deze en Evac, dat zijn twee kleine mappen. Oké, dat is altijd handig. Dan word ik gebeld ondertussen. Ja, dat kan ik niet eens doen. Ja, ik moet nog inspreken. Ik moet zo meteen weg, hè. Ik moet zo meteen naar Eindhoven. Dus even opnemen en ophangen. Het is wat. Want ik ben natuurlijk alleen thuis. Heerlijk. Wat wil ik er verder over vertellen? Nou, ik vind het gewoon een super game. Ik hoop in ieder geval, en dat meen ik serieus, dat we gewoon de komende tijd veel plezier aan kunnen leven. En als ik jullie een tip mag geven, jongens, speel niet te defensief. Ga er gewoon lekker in. Gewoon lekker iedereen proberen te killen. Boeit niet je stats. Ja, ik weet niet trouwens of het zit of je, als je levelt bijvoorbeeld, dat je stats meeneemt naar de originele game. Hè? Soms gebeurt dat wel, soms gebeurt dat niet. Dus dat weet ik allemaal niet. Maar ja, boeiend. Ja toch? Stats zijn boeiend. Het game moet ook leuk zijn. En ik meen het serieus. Ik hoop echt dat we de komende periode daar heel veel lol aan kunnen beleven. Want van voorver heb ik zelf echt helemaal niks aan lol gehad, zeg maar. Ja, het is gewoon af en toe is het heel leuk. Soms kan het leuk zijn om even te gamen. Maar ik hoop gewoon dat we gewoon heel veel plezier van kunnen hebben. En ook qua YouTube en zo. Dat heel veel kijkplezier ook van jullie kijkers natuurlijk. Want dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Ik denk dat het al zo'n beetje is. Ja, ik heb er tot nu toe
80-20 vertrouwen in, zal ik het zo zeggen. Hè, er zijn wel dingen waar ik denk van, nou, dat had wel anders moeten zijn en zo. Ja, killstreaks, behoorlijk overpowered. Granaten, overpowered. Headlitspots, overpowered. Echt waar. Maar held iets minder zwak. Dat doet mij eigenlijk wel goed. Ik ga in ieder geval lekker aankleden. Ik heb mijn shirtje al aan voor vanavond. Want ik ga lekker naar Eindhoven toe. Ik hoop in ieder geval dat jullie commentaar leuk vonden. Ik hoop dat jullie heel veel gaan kijken. Ik ga even kijken of ik mag streamen. Kijken hoe dat zit met embargo's en zo. En ik zeg je natuurlijk zoals altijd. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye. Terrible performance, CDP. Come on home. That sucked. You fabbits better step the fuck up.